Dames, K3, goedemiddag. Première van de Drie Biggetjes. Hoe hard kijken jullie daar naar uit? Oh, we kijken er echt super hard naar uit. Eindelijk is het zover. We zijn er nu toch meer dan een maand mee bezig geweest. Met alle voorbereidingen en in Schellen. En we zitten ondertussen nu al meer dan een week hier. En het is gewoon, het is tijd. Het is tijd om het te tonen aan iedereen en om er samen een feestje van te maken. Hoe zijn de repetities verlopen? Ja, eigenlijk wel redelijk vlot. Ik had het idee dat we na 2 weken toch al wel een redelijk goede eerste doorloop hebben kunnen doen. Dus ik denk dat iedereen zo wel redelijk gerust stemde. En dat we ook wel met heel veel vertrouwen naar het theater hier zijn vertrokken. En dat monteren, dat duurt altijd eventjes. Maar we voelden eigenlijk gewoon meteen, ja, dit gaat helemaal goed komen. Dus er was vooral gewoon heel veel vertrouwen vanuit iedereen tijdens dat repetitieproces. Dus dat was heel fijn om te werken op die manier. Het is jullie allereerste musical nu. Hoe anders is dit nu als met een reguliere K3-show? Het grootste verschil met de shows die we tot nu toe altijd gedaan hebben, zit hem denk ik vooral op technisch vlak. Want normaal hebben wij zo'n micro vast en dan hebben we in-ears. En nu hebben wij hier zo een microotje en horen wij eigenlijk alles wat er in de zaal gebeurt. Dus dat vind ik persoonlijk een van de grootste verschillen. Dat is de manier van zingen en de techniek. En ja, musical is ook wel meer spelen, in een rol kruipen, in een verhaal kruipen. En we zitten echt een beetje in het sprookjesbos en voor de rest vergeten we even de wereld of zo. Dus dat is het grootste verschil, denk ik. Marten en Hanne, voor jullie heeft dat eigenlijk wel x aantal jaar geduurd, vooraleer dat er een musical aankwam. Hoe hard hebben jullie er nu eigenlijk van gedroomd? Ja, toch wel heel lang, hè. Ik denk dat toch wel echt bovenaan ons bucketlistje stond om dat ooit te doen. Ergens is het heel jammer dat we dat nog niet hadden gedaan, maar ergens vind ik het ook heel leuk dat we dat nu samen met Julia voor de allereerste keer mogen ontdekken. Is er tijdens de repetitie ooit iets misgelopen, maar dan grappig? Heb je zo'n anekdote van de repetitie? Ik moet meteen denken aan iedereen een moment. Iedereen kijkt naar jou, Julia. Aan een moment. Ja, maar het was niet per se met mij, denk ik. Maar het moment dat wij hier eigenlijk in het theater al waren. En wij repeteren het nummer Zonder Liefde. En nu Laila, die mama big speelt, die verliest een van haar oren van haar pruik. En Zonder Liefde is echt het serieuze nummer van de show. En wij staan hier op het podium. En die wijst zo tijdens het zingen naar haar oor. En wij moeten alle drie zo hard lachen. En die Nuur-Laila die staat er gewoon zo van, ha, ha, ha. Maar wij konden niet serieus doorzingen. Ik vond dat een heel grappig moment. Ja. Jullie weten toch dat als ze haar oor verliest tijdens de show, dat lachen er dat lachen niet kan, ja, hè? Nee. Dat is inderdaad wel wennen. Meestal dan kunnen wij dit doen, hè. En terug verder praten. Maar nu, dit is er altijd. Dus als ik begin te lachen, hoor je gewoon hahaha. Dus ik heb al vaak mijn lach wel moeten inhouden. Ja. En zo even moeten leren om te zwijgen. Ja, dat is waar. Zeg, jullie hebben daar straks nu al een show gespeeld. Hoe ging ie? Goed. Ja, het was heel fijn om eindelijk zo de mensen hun reacties te horen op de mopjes en ook op de nummers. En ja, de moment dat wij opkwamen, was het publiek zo hard aan het applaudisseren en roepen, dat ik werd er zo toch een beetje emotioneel van op een of andere manier. Dus het was heel fijn om nu eindelijk te mogen tonen waar we zo hard aan gewerkt hebben met iedereen. Als er nu wonderbaarlijk genoeg nog mensen zijn die nog geen tickets hebben, waarom moeten ze komen? Waarom moeten ze naar de Drie Biggetjes komen? Ik denk, het is een familiemusical om te beginnen. Dus het is echt voor jong en oud. Iedereen gaat dit wel leuk vinden. En dat komt vooral door... Ik vind de muziek is top. En de hele sfeer in de zaal, nu hoe we hem net hebben kunnen proeven, was echt ongelooflijk. En de grapjes die vallen. En je merkt aan iedereen dat ze het naar hun zin hebben. En dat is gewoon, denk ik, een hele fijne plek. En een heel leuk iets om mee te mogen maken. Ja, en ook gewoon de mensen waarmee dat we mogen samenwerken zijn gewoon... Ja, dat is gewoon een topcast. Het ensemble zijn toptalenten. Ja, Peter, Walter, Louis, Michiel en Gio, dat zijn gewoon topartiesten. En gewoon het feit dat we daarmee het podium mogen delen, is de moeite waard om af te komen.